Zakaria Abouglaz staat deze week met een grote glimlach op het trainingsveld. Tegen ADO Den Haag was hij met 2 goals de grote man aan Alkmaarse zijde. Eerst scoorde hij de gelijkmaker. Mislukte bal, maar daar is Abouglaz en dan is het toch gelijk. En daarna volgt in de 89e minuut ook nog de winnende treffer voor AZ. Daar is Abouglaz en dan is het raak. Zakaria Abouglaz met zijn tweede en de overwinning voor AZ toch nog. Wat denk je dan op zo'n moment als die bal erin vliegt? Ja, gewoon blijdschap voor mezelf, maar ook natuurlijk voor het team. Blijdschap, we willen gewoon die wedstrijd winnen omdat we de afgelopen dagen daarvoor van PSV winnen. En dan moet je jezelf belonen door te winnen. Wat betekent deze goal als je kijkt naar jouw seizoen tot nu toe? Ja, dit seizoen is voor mij wat stabieler dan vorig seizoen. Nog niet hoe ik het wil hebben, maar we gaan de goede kant op. Aantal basisplekken en veel invalbeurten. Een paar goals. Ja, en ik ben gewoon aan het werken om hier vaste basisspeler te worden en hier door te gaan breken. En daar doe ik alles voor op de training en tijdens de wedstrijden. En daar helpen goals altijd mee. Ja, je zegt het is nog niet zoals ik het wil hebben. Hoe wil je het wel hebben? Ja, ik zit gewoon op voetbal om waar ik ook speel, gewoon basisspeler te zijn. En dat is ook hier zo. Dus ik ben gewoon aan het werken om hier vaste speler te worden. En dan verder kijken. Basisspeler moet hij dit seizoen worden onder Pascal Jansen. En die kent Abouglaz al wat langer dan vandaag. Hij was bij PSV toen in hoofdjeugdopleiding. En ik kwam toen bij de onder 19. En dat was meteen wel een klik. En een paar gesprekken gehad daar ook en zo. Toen op een gegeven moment kwam hij naar AZ en ik daarna ook. Dus dan ken je elkaar nog. En waaraan merk je dan dat je een klik hebt met elkaar? Ja, dat gaat vanzelf. Die band is er omdat je elkaar al langer kent dan de rest. En daar had je ook al een soort van band. Dus ja, dat gaat vanzelf. Dat is heel natuurlijk. En hoe is het dan nu om Pascal hier als hoofdtrainer te hebben? Want dat is natuurlijk nog wel weer een stapje verder. Ja, dat is... Natuurlijk vooral leuk voor hem dat hij nu deze functie heeft. En ik gun dit hem en vooral leuk voor hem.